Heinen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Powerplay. Het enige programma op de Nederlandse televisie waar het allemaal draait om videogames. De hele videogames en niets dan de videogames. Het lijkt wel vruchtensap. We zitten absoluut tot de nop toe vol met videogames. Afgeladen met tips, secrets en het laatste nieuws. In Power Live doen we je dit keer verslag van ons bezoek aan een onderzeeër. Jawel, geen zee gaat ons te hoog, geen oceaanbodem te laag. In Power Player krijg je vandaag, net als vorige week, de kans een blik te werpen op de speltechniek van de toekomst, virtual reality. Maar nu eerst Power News en nog eens Power News. Iedereen zat er al een tijd op te wachten, eindelijk is hij er dan. Star Wars voor de Super NES, een must voor de echte Star Wars liefhebbers. Het is absoluut een moeilijk spel geworden. Het is wel moeilijk. Het is erg moeilijk toch wel. Martijn, doorgaan! Het vergt ook veel doorzettingsvermogen en veel oefening, sorry hè. Je bent Luke Skywalker, er zijn 9 levels en ze zien er allemaal even mooi uit. Minder mooi is deze gevaarlijke schorpioen. Maar schiet er flink op los en hij overleeft het niet. Drijfzand is natuurlijk erg gevaarlijk, maar nog gevaarlijker is de dude die eruit tevoorschijn komt. Hij is de eindbaas van het eerste veld. We zien hier zijn eerste tentakel. Ook voor hem geldt flink schieten en hij legt uiteindelijk het loodje. Nu zijn we in de jet op weg naar de Sandcrawler. Als je de film hebt gezien, dan kom je die ongetwijfeld bekend voor. Je zit trouwens samen met de robot C-3PO, en dat is Engels, in de jet. En dit is dan die Sandcrawler waar we in moeten. Je andere robotkameraad, R2-D2, en dat is geen Frans, die zit namelijk in dat ding gevangen. Hij is meegenomen door, alweer Engels, de Sand People. Je raakt snel verslingerd aan dit werkelijk prachtige spel en je kan niet zeggen dat we niet gewaarschuwd hebben. Het is ook erg moeilijk. Oh, Laila. Oh, Laila. Oh, oh. Albatros. Laila en Albatros zijn de nieuwste agenten op de Mega Drive in Rolling Thunder 2. Ze krijgen een geheime missie. De terroristische groep Galdra steelt om de haverklap satellieten uit de ruimte. En dat zit de bazen van het heldhaftige duo niet lekker. Je kunt in dit spel alleen spelen of met z'n tweeën. Hun missie begint in Miami, waar ze een villa moeten binnendringen. Hier zie je Albatros in volle actie. Achter sommige deurtjes kun je munitie aanvullen, andere kun je gebruiken om even te verschuilen. Rolling Thunder heeft 8 levels en het is vooral een kwestie van op de juiste momenten bukken, schieten en schuilen. Hier zie je alvast een stukje uit het 3e level. Blijf alert, want tegenstanders proberen je van achteren te verrassen. In dit level vind je een geavanceerde lift die je naar ondergelegen verdiepingen brengt. Probeer niet zoals hier zelf naar beneden te springen, anders eindigt je missie voortijdig. Na Parodius voor de Game Boy en de Super NES is er nu ook een versie voor de NES. Ook in deze versie kun je kiezen uit 4 verschillende figuren om mee te spelen. Deze kat is een van de eindbazen die je al kent uit de andere spelversies. Het is echt een vermakelijk schietspel, te gekke eindbazen en zoals je ziet volop rare vogels. Onderweg kun je je wapens oppeppen door de zogenaamde power-ups te gebruiken. Ook is het mogelijk om er nuttige items bij te krijgen. Dat gebeurt wanneer je goed en soepeltjes door het spel heen vliegt. En dat deze versie echt gelijkwaardig is aan de andere versies, bewijzen we door middel van een kleine demonstratie. Parodius biedt je echt een ruime verscheidenheid aan bizarre en bijzondere ontmoetingen. Bijvoorbeeld de clowns. Lag echter niet te vroeg, want de levels zijn erg moeilijk. Al met al is Parodius, voor welk systeem dan ook, een geslaagd spel. Er komen steeds meer CDI-spellen op de markt en dus besteden wij er in Powerplay ook regelmatig aandacht aan. Vandaag is het CD Shoot. Kleiduif schieten in alle mogelijke varianten, maar dan wel lekker thuis op de bank. Je kunt kiezen uit verschillende onderdelen. Zo is er Sporting, Ball Trap, Olympic Trap en English Skeet. In oplopende moeilijkheidsgraad uiteraard. Grafisch is het allemaal perfect voor elkaar, zoals altijd bij CDI. En het geluid is zo goed dat je werkelijk denkt dat ze in je kamer staan te knallen. Het draagt in ieder geval allemaal bij tot een verhoging van de sfeer. Waar het bij dit spel voornamelijk op aankomt zijn je reflexen, het schietmoment en je zuiverheid van richten. Om al deze elementen goed te kunnen coördineren moet je flink oefenen. CD Shoot is zeker een mooi en fijn spel en je kunt het met maximaal 5 mensen tegelijk spelen. Wahoo! Never change a winning formula. Zo denken de makers van de Mega Man spellen er tenminste over. Voor de NES is nu deel 4 beschikbaar. Dr. Willy is opnieuw op het oorlogspad en jij moet hem nogmaals proberen te verslaan.
We zitten hier in het veld van de Pharaoh Man. Je ziet het aan de hoofdjes en de beestjes die je achtervolgen. Zo, even een power-upje. En dan komen we bij de mummie. En deze mummie schiet hoofdjes aan de lopende band. Oppassen dat je je eigen hoofd niet kwijtraakt. Dit is het veld van de Toad Man met veel regen en tegenwind. En dat zie je aan hoe Mega Man loopt. Hier dan een van de tussenbazen, een grote slak. Je komt in dit spel veel tegen, bijvoorbeeld van die king-size monsters die je moet verslaan om verder te kunnen. En kijk, hier is het hondje dat we kennen uit Mega Man 3. Ook kun je rare dingen tegenkomen, zoals bijvoorbeeld de schakelaars. Daarmee haal je het veld tevoorschijn. Mega Man 4 voor de NES is een pittig spel, maar zeker de moeite waard. Ooit zijn ze begonnen als een parodie op de Ninja Turtles. Eerst op de Game Boy en nu leiden de Battletoads ook hun eigen leven op de Mega Drive. Niet verwonderlijk, want dit spel is meer dan de moeite waard. De Dark Queen heeft je kikkervrienden Pimple en Angelica ontvoerd en ja hoor, jij moet ze weer bevrijden. Als spelend leer je steeds meer technieken die nodig zijn om verder te komen. Zo leer je bijvoorbeeld stompen en trappen om die verschrikkelijke Psycho Pigs te verslaan. Van een draak leer je vliegen en vuur spuwen en pak eens een stok op om je tegenstanders op een afstand te houden. Een eindbaas probeert je te beletten om bij de vulkaan te komen. Je zal er toch naartoe moeten, want je zal uiteindelijk moeten afdalen in de krater. Eenmaal in de krater slinger je de vleesetende planten van hun rots en onderweg eet je je favoriete voedsel. Je bent een kikker, vergeet dat niet. En je eet dus insecten. Die veren die gebruik je om de raven van je af te houden. Over Vaxanadu voor de NES gaat onze eerste tip van vanavond. Het begint allemaal in dit dorp, van waar je naar rechts loopt en dan direct omhoog. Wat is er precies aan de hand? De fonteinen die al het leven beïnvloeden zijn vergiftigd en nu spuiten ze niet meer. Hoe wek je de drie fonteinen waar het om gaat weer tot leven? Op dit punt begint onze power tip. Hier moet je zijn en loop naar links. Voor de deur gebruik je de jacksleutel. Wat je nu ziet is overigens de eerste fontein. Wel troosteloos, zo zonder water. Een speedy-up nu, want we hebben haast. Van de eerste fontein moet je het elixir vinden. En dat gebeurt hier. Loop dan naar het mannetje rechtsbovenin. Maak een praatje en vertrek weer snel naar buiten. Zorg wel dat je de wingboots draagt en loop helemaal naar rechts. Daar pak je eerst nog even dit ventje aan, wat stappen naar links en huppakee omhoog. Met de wingboot al maar omhoog. En als je met hem praat, gaat deze fontein ook weer spuiten. Vervolgens haal je bij de guru de jokersleutel. Dat zie je nu dus. De sleutel is voor deze deur. Stappen doorheen en dat is lastig, een draak. Die verslaan we even en lopen dan gewoon verder. Dat oude mannetje spreek je aan. Doe dan wat stappen terug en ga vervolgens weer op hem af en praat weer wat. Dat moet zo omslachtig, anders krijg je de Ruby Ring niet. Hierna is het de kwestie van naar links lopen. Je ziet dat de grote fontein inmiddels weer vrolijk spuit. De steen erachter kun je nu wegduwen omdat je de Ruby Ring hebt. Daar verschijnt dan een trap. En met de Queen sleutel is die deur daar geen hindernis meer. Op naar het volgende veld. Wie benieuwd is of Mario en Yoshi nog steeds zo hoog scoren in de top 10, moeten we even goed opletten. Hier komt namelijk de Power Choice van deze week. Het lekkere schietspel Gradius 2 voor de Game Boy is vandaag nieuw op nummer 10. Kevin McAllister in het spel Home Alone van Master System houdt het voor gezien. Hij zakt naar de 9e plek. Dat ziet er dus niet goed voor hem uit. En die arme jongen had het al zo zwaar. Beter nieuws valt er gelukkig te melden voor Castlevania 2. Deze Game Boy hit komt nieuw binnen op nummer 8. Ook nieuw, maar met net iets meer snelheid, stuift Roadrunner deze week de top 10 winnen op plaats 7. Op 6 vinden we, net zoals de vorige week, Battle Clash voor de Super NES. En Mario en Yoshi zijn samen aan de terugweg begonnen. Dit heerlijke spel voor de Game Boy zakt een aantal plaatsen deze week op 5. Mickey's Magical Quest op de Super NES zit nog steeds in de lift. Zijn speurtocht naar Pluto en Boris Boef leidt hem voorlopig naar plaats nummer 4. En ook Terminator 2 weet niet van ophouden. En wie had het anders verwacht van deze onverschrokken held van de Mega Drive? Hij gaat deze week van de 5e naar de 3e plaats. Op 2 Mickey Mouse 2 en ook dit spel voor het Master System is wat gestegen. En wie goed heeft opgelet kan het al weten.
Jawel, het is Wally de Walrus in de New Zealand Story op het Master System toch nog gelukt. Zijn jacht op de kiwis heeft de New Zealand Story alsnog op de eerste plaats van onze top 10 gebracht. Dat moet zo moeilijk zijn. Submarine enemy. Finito! Mis. Mooi zijn, hè? Kapitein, onderzeeër. Kunt u maar vertellen of... Krabbe, geen geintjes, op je plaatsen zijn bezig midden in een aanval. Wapens gereed maken. Aanval? Wapens? Hallo? Hallo? Aanval. Wapens? Wapens. Standby invoering, doel. Hoek inzien, 30 graden sturen. Draai toe. Draai neer. Toe. Ingevoerd? Doel. Draait toe. Doel. In. Waar blijft het doel? Doel, ja. Wat doe je nou? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Komt wel goed. Ja? Is maar aan oefenen. Jeetje, dat is wel spannend. We zijn nu op een onderzeeër. We zijn op een onderzeeboot. Ja. De bruinvis. En er zijn nergens ramen, hè? Nee, inderdaad. Er zijn nergens ramen. We hebben... twee hele kleine raampjes die eigenlijk toegankelijk zijn voor de officier van de wachtende commandant. Ja. En dat zijn de twee periscopen. Hebben jullie wel eens gewoon een paar maanden onder water? Een paar maanden is wat overdreven, maar een fix aantal weken, dat zeker. Er zijn ook videogames die gaan over onderzeeërs. Zijn die enigszins te vergelijken, denkt u, met de werkelijkheid? Nou, een aantal zijn wat minder. Ik heb een hele goede gezien. En die komt overeen met, althans in grote lijnen overeen met wat je hier in de commandocentrale van de Bruinvis ziet. Nou, bedankt voor deze uiteenzetting. De oefening is afgelopen. De oefening is afgelopen. Ja, nou dan ga ik maar weer een beetje pitten, denk ik. Want ik werd zo ruw uit mijn slaap heb ik gehaald. Dat maak je toch in je stoutste dromen niet mee, hè, zoiets. Je bent op een bruinvis onderzeeër. Dat is een beetje donker. Ja. Ik ben zo. Wat is er nou gebeurd, zeg? Namu? Powerplay Powerscore. En ook vandaag gaan we weer twee kandidaten tegen elkaar opnemen in de Powerplay Modules. En dat zijn Christian en Pascal. We beginnen bij Pascal aan deze kant. Dag. Welkom in de studio. Je bent een major game freak. Nou, gaat wel. Het gaat wel. Ik heb je net al zien oefenen. Road Rash, hè? Gaan jullie spelen vandaag? Ja. Ja? Waar gaan jullie racen? In Hawaii of zo. Aan de andere kant staat Christian. Ja, ook welkom in de studio. Ben je ook iemand die het niet kan stellen zonder videogames? Dat wel. Het is niet een verslaving. Nee. Dat niet. Nee. Nou, ik wens je erg veel succes. Nee. Ik zou zeggen, gaan jullie allebei lekker zitten. Road Rash 2. Ga lekker zitten, joh. Nu is het zover. Road Rash 2 gaan ze spelen en ze gaan inderdaad racen op Hawaii. Ze hebben allebei een zeer snelle motor uitgekozen. En ze gaan proberen om in 1 minuut de eerste positie te behalen. Degene die tweede is na die minuut, die zien we niet meer terug. Die wordt opgesplitst in duizenden kleine deeltjes. Zijn jullie er klaar voor?